Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichter Tuin- en Serremeubelen, Woonstudio Joy, Neco Ship Supply BV en Frans Metz de Bedderij. Goedendag dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. We zijn er met dit programma nog precies een week, want Sparta staat in de finale van de play-offs om Europees voetbal. Gaan we het deze maandag uitgebreid over hebben met Moerad Megisrat. Welkom Moerad, leuk dat je er bent. Dennis Kranenburg is er en Geert en Oude. Ja Geert, nog één orde en dan staat Sparta na 37 jaar weer in Europa. Wel een hoge orde, hè? Ja, waarvan absoluut Twente de favoriet is. Maar Sparta heeft dit seizoen goed gedaan. En dus dat geeft ze een goede kans. Wat heb je eigenlijk voor potzielig dingen voor je neus liggen? Nou ja, jij vraagt vaak wat ik op zaterdag ga doen op vrijdag als ik hier ben. En dit keer speelden wij met mijn VVOR-3-team de bekerfinale. En die hebben we gewonnen. Kijk eens aan. Dus een grote shout-out naar mijn ploeggenoten. Hoeveelste van VVOR? Derde. Het derde. En daar sta je nog steeds in de spits? Ja, als ik ben altijd welkom. En ik kan het niet altijd, want ik heb mijn wedstrijden te fluiten op zaterdag. Maar je loopt natuurlijk gewoon nog steeds 1-1 daar. Ongeveer. Echt? Ja, daar moet ik hard voor werken hoor. Het is niet even dat we het zomaar eventjes doen. En zaterdag was ook was een moeilijke wedstrijd. Nou, misschien kun je even naar achteren schuiven. Een beetje stoel. Want dan kunnen de mensen thuis zien wat een enorme voetbalbenen jij nog hebt. Ja. Die kuitjes zijn nog steeds... Nou. Maar ik doe het ook elke zaterdag. Die wedstrijden die ik fluit voor de KNVB, daar moet ik ook gewoon fit voor zijn. Dus. Ja, zo is het. Nou. We gaan het uitgebreid hebben over Sparta, waar jij zo'n 50 wedstrijden in het eerste hebt gespeeld, Moerad. Ja. Ik ben nog steeds betrokken bij de club. Ja. Al een beetje opgedroogd naar gisteren? Ja, ik ben wel opgedroogd. Ik heb niet zoveel op. Ik heb wel één drankje boven in de boksen gedaan. Het was uitmuntend gezellig, ja. Ja, en je was er ook bij in de heenwedstrijd, donderdag. Zat je in een box, in Utrecht dus, met een beetje gevaar voor eigen leven? Of, In de box? In de box zit je nooit met gevaar voor eigen leven. Nee, ik zat niet in de box. Ik zat, tenzij je met allemaal Utrecht supporters zit. Ja, nee, ik zat gewoon op de tribune. En, het was... we kregen een penalty. Ik dacht eerst, er was een overtreding gemaakt op de Guzman. Ja, het spel werd stilgelegd. Scheidsrechter werd naar de zijkant geroepen voor een VAR-momentje. Dus ik dacht, nou ja, als het een rode kaart is, dan is het mooi. Dan kunnen we in ieder geval tegen 10 Utrecht te spelen. Dan maken we nog meer kans. Maar het bleek uiteindelijk een penalty te zijn. Dus ik was wel verbaasd, want thuis kon ik het terugzien. Maar daar zag ik het niet. Maar ja, toen ging die penalty erin. En ging uitbundig juichen, ja. Ja. Ik keek ook om me heen, maar niemand juichte mee. Toen nee. Oké, maar ja. Nou goed, je bent ook een oud-speler van Utrecht. Ja, dus het zal je zijn vergeven daar op die tribune. Dat denk ik wel. Maar ik was toch voor Sparta. Ja, begrijpelijk. Jij was er gisteren bij. Jij was er gisteren ook bij op het kasteel om verslag te doen. Wat hebben die Sparta-supporters gisteren allemaal beleefd? Ja, het begon eigenlijk al voor de wedstrijd. Hè. In aanloop naar het duel was er een corteo, een supportersmars richting het stadion. Waarbij er werd gezongen, er was vuurwerk te zien. Dus de sfeer zat er al gelijk wel goed in. Nou, dan komen ze uiteindelijk aan bij het stadion. Wat ik dan wel mooi vind, is dat de supporters van FC Groningen, ja, die zaten een beetje in hun maag met die wedstrijd van pas geleden in de competitie. Hè, waarbij dus geen publiek mocht zijn. En toen hebben de supportersvereniging onderling contact gehad. En toen hebben die van Groningen gezegd van, ja, we willen toch wel iets doen om dat een beetje goed te maken. Ze hebben een first bier cadeau gegeven. Nou, mooie geste van die gasten. Maar ja, vooral als je dan die wedstrijd ook ziet, waar de sfeer geweldig was. En dan na afloop dat iedereen in het stadion ook bleef. Het hele stadion stond te springen. Ja, dat was echt gewoon wel een hele mooie sfeer. Ja, nou. En weinig capuchonnetjes gezien. Dat is leuk om te zien. Ja, zo kan het ook, Geert. Ja. Herenclub, hè, Sparta? Er lopen veel heren rond, ja. Ja, precies. Nou, laten we maar eens naar die heren gaan kijken. De dag en avond dus op en rond het kasteel. Tuurlijk gaan ze het halen. Ja, heel duidelijk. Sparta heeft al uitgewonnen en ik denk dat ze het vol kunnen houden. Of misschien zelfs kunnen winnen weer. Ze zijn steeds beter geworden, dat is ook weer zo. Dit is gewoon grandioos. Ja, het zit een beetje mee ook, dus dat hebben ze ook een beetje nodig. Dus daarom denk ik dat ze de finale gaan halen. Een goed brilletje. Dankjewel. Ja, hè? Dat is geen rotzooi. Vandaag gaan Lauritsen en Van Krooi opstaan. Wie is de beste Spartaan? Koki. Dan loopt hij het veld af en dan gaat hij, draait hij zich om en dan buigt hij naar dat. Ik vind dat fantastisch. Is dit het beste Sparta sinds het Sparta dat promoveerde destijds? Ja. Ja.
Die waren echt heel goed, hè? Ja, die waren wel echt heel erg goed. Maar dit Sparta is net even wat beter nog. Ja. Waarom staan je hier? De Pingels gaan nu beginnen. Nee, die wil ik niet zien. Van Krooi met zijn aanloop en Van Krooi, oh, via de onderkant van de lat. Met rug nummer 8 voor penalty 8, Luc Brouwers. Hier is de penalty. En Olij pakt hem! En Olij pakt hem! Hey, hij zit er wel in, hè? Hey. Olij pakt hem! Mike van der Hoorn neemt zijn aanloop, de penalty. Oh, en Olij pakt hem! Pakt hem! Het kasteel ontploft! Nicolai is de held! Ja! Ja! We hebben het hele jaar hier naartoe geleefd. Ja, goed dat is, hè? Goed dat bier geschonken was, inderdaad. Hè? Dat het een cadeautje was. Ja, die gooit alles bier. Dat is toch bizar? Zo'n man die durft niet te kijken. En dan moeten er nog twee wedstrijden gespeeld worden, hè? Ja, ja. Maar als ik dit zo zie, de beelden. Dan zie je de euforie bij de mensen en de blijheid. Het was natuurlijk mooi weer, maar dan zie je gewoon het verschil dat je 8 maanden geleden was je bijna gedegradeerd. Toen had niemand meer de geloof in. Een jaar geleden. Ja, ja. Maar als je dan nu ziet dat je een jaar verder gewoon speelt voor Europees voetbal. Hoe kan het verkeren? Het is te gek voor woorden. Ja. Ja. Ja, dat is ook wel weer de charme van het voetbal. We hebben dat dit jaar bij Feyenoord gezien, waar een paar jaar geleden ook niemand van had gedacht. Nou, die gaan snel richting PSV en Ajax. Voor de kampioen. Nu zie je het aan Sparta. Vorig jaar op een haar na gedegradeerd en nu wel de finale nog te spelen. Hebben ze die finale wat jou betreft terecht gehaald? Vind ik wel. Zeker. Als Spartaan vind ik het wel. Maar ik vind ook qua voetbal, kijk, als je het hele seizoen ziet. Zeker ook waar we het net over hadden, dat ze vorig jaar bijna gedegradeerd waren. Nou, toen is Stijn erin gestapt. Die is met een bepaalde plan gekomen. Die heeft een speelwijze ontwikkeld. En daar zie je dat alle spelers erin passen. En je ziet ook ze groeien met de week. De thuiswedstrijden zijn ze bijna onklopbaar. Het voetbal is goed. Nou, uit doen ze het ook heel erg goed. Ja, ik vind, en nu ook met Utrecht met een uitwedstrijd en een thuiswedstrijd die hier gewoon doorkomt. Ja, vind ik wel dat zij de finale plaats verdienen. Ja, even een paar dingen uit die wedstrijd nog halen. Geert, die goal van Van Krooi, werd die terecht afgekeurd eigenlijk? Nadat die voorzet van Sambo kwam, hè, waarbij hij een overtreding ging. Het is een discussieding, dus dan vind ik altijd dat je er als VAR af moet blijven. Wat vind jij de discussie? Hij gaat op zijn voet staan, toch? Nou ja, hij tikt tegen zijn voet. Hij speelt de bal tegelijkertijd dat hij zijn voet raakt. Weet je, het is zwaar. Je kan ook zeggen, ze lopen alle twee naar voren. Is het dan degene die zijn voet erop zet of zet hij hem eronder? Weet je, ze zijn met z'n tweeën. Dus ik kan me, als een scheidsrechter er bovenop staat en hij fluit niet, moet je door laten gaan. En juist omdat het discussie is. Hmm. Weet je, dus het gaat mij niet om wie er gelijk heeft. Maar op het moment dat discussie is of dat iets. Ja, dat je ze zegt, nou ja, je kan die twee kanten op, dan moet je het eigenlijk aan de scheidsrechter laten. En nu gaat een VAR, omdat een VAR het wel vindt, de scheidsrechter staat er nog bovenop. Nou, we hebben toevallig vrijdag ook over gehad toen Sparta die penalty inderdaad kreeg bij Utrecht. Van ja, het is geen blunder die de scheidsrechter hier nou echt begaat. Nee. Moet je dan wel ingrijpen nog als VAR? Ik dacht dat we hadden afgesproken dat niet meer gebeurt. Maar vaak laten scheidsrechters dan toch ook juist doorgaan, omdat ze die achtervang dan nog hebben van de videoscheidsrechter. Ja, oké, maar om. Dat begrijp ik wel. En dat is oké. Okay. Volgens mij. Als dat zijn motivaties van de scheidsrechter. Nou, ik weet het niet, ik laat me doorgaan, ik laat de VAR besluiten. Ja, dan moet de VAR wel met een heel sterk verhaal komen om dat te overroelen. Nou, ik vond het deze situatie niet zo. Ja, maar die scheidsrechter gaat toch ook kijken aan de zijkant. En die moet eigenlijk op dezelfde oordeel komen wat jij nu aangeeft. Zeker wel, maar hoe vaak als een scheidsrechter door een VAR naar de kant wordt geroepen, gaat de scheidsrechter niet mee? Dat gebeurt niet zo heel erg vaak. Dat is gek vaak. Ja, dat klopt. Dus, maar ik heb nog wel één vraag aan onze scheidsrechter. Ja, hij is niet alleen districtsbeker winnaar met de VVOR, maar hij is ook gediplomeerd scheidsrechter. Over 2 jaar Champions League? Landelijk? Nee, hij beperkt het tot de jeugd. Vind ik ook eigenlijk wel jammer, okay, hoor. Maar, okay. Goed, maar ik vond het een penalty. Als je hand zo hoog zit en hij schiet die bal tegen je aan. Nou ja, je moet het zo zien. Het wordt van heel dichtbij tegen hem aangeschoten. Ja, en de vraag is dan, heeft een speler nog een reactievermogen, een moment, om in ieder geval die hand daar weg te trekken? Het wordt van zo ver tegen hem aangeschoten. Kijk, zit die hand hier? Kijk, die hand zat hier ongeveer. Ja. Hè?
Ja. Kijk, zit die hand hier, dan is het heel erg onnatuurlijk. Maar omdat die hand hier zit en het is van de meter niet te reageren, heb ik geen probleem mee dat ik geen penalty geef. En hij wilde hem ook wegtrappen, hè? Dus hij wilde hem uit de lucht in één keer wegtrappen. Dan doe je automatisch volgens mij je arm al een beetje omhoog. Je kan niet zo blijven staan. Want de regel is officieel, Geert, je arm moet in een natuurlijke houding zijn, toch? Ja. En als je dan hands maakt, dan kan de scheidsrechter het laten. Kijk, op het moment dat die bal van 8 meter komt, weet je, en je hebt je hand hier nog laag, weet je, dat is, dan kan je hem nog wegtrekken. Maar als je dat dan niet doet en er komt tegenaan en hij blokkeert een bal richting het doel, is het gewoon een strafschop. Alleen als die hand zo hoog is, en dat was hij nu niet, dan kan je een strafschop geven. Dus ik had vrede mee dat hij geen strafschop gaf. Het werd 0-1 door die goal van Viergever. Die goal valt eigenlijk een beetje uit het niets, hè, na die vrije trap. Moet Van Krooi trouwens, we noemden het net al eventjes, niet wat meer doen bij die tegengoal? Vond ik wel. Ik vond, dan zie je weer typisch zo'n aanvaller die mee gaat verdedigen. Had jij er ook last van vroeger? Een aanvaller die houdt er niet van om mee te verdedigen. Dan zie je toch dat verdedigers meer geconcentreerd zijn en echt de lijnen wel uitzetten achterin. Maar onderweg werd hij volgens mij nog geschampt. Maar dan zie je gewoon dat Van Krooi gewoon verkeerd stond. Ja, en hij had ook niet in de gaten dat Viergever attent was. Was het een tik voor Sparta? Ik vond voor een minuut of 3-4 vond ik het wel een tik. Want je merkte toch wel dat eigenlijk wel een beetje de moed in de schoenen zakte bij de spelers. Daardoor kregen ze daarna Utrecht wat gevaarlijker. Maar het duurde gelukkig maar 3 minuten en toen pakten ze het weer over het hef in handen. En toen is Sparta weer gewoon zijn eigen spel gaan spelen. Ja, want in die fase moet Olij weer de meubelen redden. Ja. Hè? Schot van Boef, wat hij echt weer magistraal pakte. Ja, anders loopt het gewoon heel anders. Als het anders klaar is, dan sta je gewoon afgelopen. Maar gelukkig herstelde zich, duurde denk ik 3 minuutjes. En vervolgens pakte Sparta het over en ze gingen gewoon rustig doorvoetballen waar ze mee begonnen zijn. Ja, en toen zag je weer dat ze alles weer onder controle hadden en dat ze eigenlijk Utrecht weer terugdongen op hun eigen helft. Ja, maar mag ik me even herhalen, na afgelopen vrijdag, Olij in oranje. Deed hij ook gisteren? Ja, qua kleding. Ja. Ja. Nou ja, ik denk dat Koeman echt wel gekeken heeft. Ja. En ik denk als er een moment komt om hem een keer mee te nemen, om een periode, om hem te laten zien hoe hij daar bij het Nederlands helftal mee kan trainen, dan zal hij dat waarschijnlijk wel een keer doen. Maar wat zou hij nog meer moeten doen dan wat hij nu al doet inderdaad om in aanmerking te komen voor het Nederlands elftal? Niet, alleen als je kijkt naar de keepers die Koeman nu geselecteerd heeft, dat zijn ook logische keuzes. Ja. Dus ja, wel, Vlekken doet het goed, Bijlo doet het goed. Noppert lang niet gespeeld wel? Dat is enig kunnen zeggen, maar omdat Noppert WK gespeeld heeft, begrijp ik wel dat je die als eerst voorkeur wil geven. Ja. Dus ik vind, ik denk dat als er één afvalt dat hij wordt opgeroepen. Ja, het zou bijna niet anders kunnen. Het is echt een fantastische keeper. Wat Sillis, die heeft het en ik heb praten over gedaan. Zijn lengte of niet over zijn lengte, maar ik zag hem bij Utrecht, pakte hij een paar ballen. Dat was echt bizar. Niet normaal, hè? Als donderdag hij niet op doel had gestaan, dan... Had Sparta nu niet had in de finale gestaan. Denk ik afgelopen zondag voor de katsen kunnen spelen. Nee, maar kijk, net als Van Gassel is ook niet de langste keeper. Ja, maar ik heb het afgelopen vrijdag hier ook besproken over de lengte van Olij. En toen ben ik er terecht op gewezen later. Ja. Hij is 1,88. Dat is net zo groot als Bijlo. Ja. En daarin praten we eigenlijk nooit over zijn lengte, toch? Nee, maar misschien, dat klinkt een beetje raar, maar misschien oogt hij wat kleiner dan Bijlo. Dat heb je wel eens. Dat gevoel heb je. Jij bent ook 1,91, maar dat zie je ook dat niet. Klopt. Ja, afgerond dan wel. Ja. Ja. Weet je wat ik trouwens wel mooi vind van Olij? Ik heb wel een lange broek aan. Dat hij dan na afloop inderdaad ook aangeeft, want het gaat dan weer over hem, omdat hij het goed heeft gedaan. Maar dat wil hij helemaal niet. Hij wil het niet over zichzelf hebben. Dat vindt hij een beetje ongemakkelijk. En hij wil het vooral over de groep hebben. Dat zegt ook wel iets over hem. Hey, in die laatste fase vallen Eerthuizen en Lauritsen uit. In de heenwedstrijd bij Utrecht vallen Pinto en de Guzman uit. Loopt Sparta wel een beetje op zijn laatste benen? Als je ze ziet spelen, niet. Maar ja, het is natuurlijk wel een heel druk programma. Want zoveel wedstrijden dit seizoen. Lang seizoen. En ze hebben natuurlijk een heel seizoen allemaal goed gepresteerd. Ja, dat vraagt wel wat voor je lichaam. Ja. En ik moet zeggen, Laurens is nou niet iemand die een dubbele salto en Nee. Dus en dat geldt ook voor Eerthuizen. Precies hetzelfde postuur. Ja, ik zag ze allebei gelijk grijpen naar hun lease. Ja, dus... En dus moet je vrezen voor ze voor donderdag tegen Twente? Nou, wat ook meespeelt hierin is natuurlijk, ze hebben al een heel seizoen achter de rug. Ze zijn niet gewend om 2 keer in de week dan te spelen. Nee. Dat komt er natuurlijk ook nog eens bij. Lauritsen lijkt mee te vallen. Er wordt wel gekeken hoe dat aanvoelt richting de komende dagen naar donderdag. Eerthuizen die moest vandaag bij de dokter langs om te kijken hoe die ervoor staat om donderdag te halen. In die verlenging krijgt Sparta best wel wat mogelijkheden. Maar één bal, Geert, die kans van Kitalano.
Ja, je zag aan de bal waardoor die bal terugstuitte door het effect. Door de keeper, toch? De keeper gaf ja, hij werd aangeraakt en daardoor kreeg hij een effect. En ja. Daardoor zat er zo'n terugspin-effect in. Maar zal ik opbiechten wat ik toen dacht, toen die bal er niet in ging? Toen dacht ik echt, hij mag er vandaag voor Sparta niet in. Als zelfs zo'n bal. Ja. En daarna nog Ter Aves die de bal tegen zijn eigen paal aanloopt. En al twee keer de paal geraakt. Ja, inderdaad. Met Saito en Laurits. Nee, maar dat gevoel bekroop je toch toen? Ja, dat gevoel had ik ook. Ja. Ik had sowieso het gevoel niet van oké, we komen in de problemen. Voor de goal voor Utrecht. Want Sparta had echt alles onder controle. Ze speelden goed. En want ik had ook verwacht dat er eigenlijk de eerste kwartier een storm zou komen van Utrecht. Maar dat heeft Sparta natuurlijk ook weg weten te spelen. Ja, maar zeg maar, de eerste kopbal op de paal, dat kan. Maar toen hij terugkwam bij Laurensen, dit denk ik nou, als die er niet in gaat. Nou ja, maar die moet er toch ook in. Als jij spits bent van de nummer 6 van de Eredivisie, moet zo'n kopbal erin, toch? Ja. Maar goed, Kitolano, die krankzinnige bal, hij wordt bewierookt, ook gisteren weer naar die wedstrijd. Wat maakt hem zo'n goede middenvelder? Het is geen opvallende middenvelder, dat zeker niet. Maar hij zit overal tussen en... ook met kopduels. Hij is volgens mij 1,20 meter, denk ik. Maar als je dan ook ziet hoe slim hij een duel aangaat. Want hij in zijn sprong springt hij eigenlijk al half tegen de tegenstander aan. Waardoor hij eigenlijk ook wel dat de tegenstander niet kan koppen. Dat de bal weer stuit en dan pikt hij alle bal op. En dat is altijd reglementair, scheidsrechter, als de middenvelder dat doet. Even een professioneel tikje in de rug. Nou ja, het is niet zwart en wit. Hè. Er zit altijd wat grijs in. Hij maakt in ieder geval heel goed gebruik van het feit dat hij niet zo lang is. En waardoor hij dus op andere manieren dat duel moet aangaan. Ja. En dan is het uiteraard aan de scheidsrechter hoeveel je dat laat gaan. Maar over het algemeen heeft hij ook niet zo heel veel overtredingen nodig. Nee. Maar goed, hij pakt ballen goed af en hij doet er vaak iets goed mee. Hè? Ja, zeker. Altijd die drang naar voren. Ja. Altijd ballen op maat. Er zijn niet zoveel types. Nigel de Jong was ook zo'n speler. Die was ook nooit heel opvallend. Ja. Maar... ja, die haalde daar heel veel weg en die kon ook nog eens op een fatsoenlijke manier een bal even naar voren spelen. Goeie vergelijking wel, denk ik, ja. En nog zo jong, zeker. Uit Noorwegen. Ja. Wie weet wat dat de Sparta allemaal gaat opbrengen. Dan de penalties. Nadat Brouwers miste, mocht Adil Awassar de beslissende gaan maken. Die maakt hij niet. Hij schiet hem hoog en hard over. Overtuigend. En dat had, Geert, zijn laatste balcontact in zijn carrière kunnen zijn als het daarna mis was gegaan. Dan hadden jij en ik Awassar herinnerd. Aan deze bal? Nou, dat zou ik niet zo snel doen. Voor hem was het misschien wel een negatief moment geweest. Ja. Ja, omdat je op die manier dan zo stopt. Ik denk ook niet dat hij dan gezegd, nou, vanwege deze bal ga ik nog even een jaartje door. Maar ik ben echt wel hartstikke blij voor hem. En ik had ook wel het gevoel dat hij... volgens mij heeft hij wel vaker een stafschop gemist. Niet dit seizoen, maar 1 of 2 seizoenen geleden. En niet voor niks ook misschien de... ja, als zevende of zesde of zevende strafschop nemen. Maar hij nam hem wel overtuigend. En ik heb liever dat je overtuigend mist dan dat je een zacht ingeschoten balletje eigenlijk zo voor de keeper in zijn handen schiet eigenlijk. Ja. Die tackle die hij trouwens nog had in de verlenging, heb je die gezien van Awassar? In zijn eigen 16 tikte hij hem precies op tijd weg. Maar was dat nou briljant of was dat eigenlijk gewoon levensgevaarlijk wat hij daar deed? Ja, ik denk allebei. Allebei, ja. Want een fractie te laat en hij gaat op de stip. Ja. Waarin gaat Awassar worden gemist? Het is toch wel Awassar, zeg maar. Ja, het nadeel van Awassar is, zeg maar, na de rode kaart tegen Utrecht... ja, heeft hij, denk ik, toen hij terug is gekomen, alle pech op zijn schouders gekregen. Wat je maar... een paar keer in de fout geweest. Ja, zijn plaats kwijtgeraakt daarna. Het zat hem niet mee. Nee. Het zat hem niet mee. Maar dan moet ik wel zeggen, afgelopen donderdag tegen Utrecht, toen stond hij ook nog ergens tussen een balletje die net naast ging. Anders was het 2-2 geworden, geloof ik. Die onderkant van zijn schoen, geloof ik. Ja, dat hij niet wist wat er gebeurde. Maar dat was natuurlijk wel een belangrijk moment. Ja, maar waar mis je ouwe? Ja, het is echt een leider, een echte winnaar. Die de lijnen uitzet, die het groep bij elkaar houdt. Over het groepsproces bewaakt. Dus ja, daar ga je wel aan missen. Maar ja, je ziet nu wel dat het... Dat het wat? Dat het klaar is? Ja, maar dat vindt hij zelf denk ik ook wel. Ja, maar het is ook een... ik denk ook wat je zegt, dat hij goed leiding heeft gegeven aan de Sparta-defensie al die jaren. Zeker. En zeker ook, ook met Vrezen en ook met aan het begin van het seizoen toen hij nog speelde. Ja, heeft Stijn hem ook gewoon weer daar onderdeel van gemaakt, nog steeds op die leeftijd.
om te zorgen dat Sparta minder doelpunten tegenkrijgt. En dat is toch gelukt. Ja. En buiten dat is het ook een hele fatsoenlijke jongen. En natuurlijk pak ik ook echt een gele kaart. Dat doen fatsoenlijke mensen, die pakken ook wel eens een gele kaart. Ja. Maar een voorbeeld voor velen. Ja. Een lange carrière, hè? Ik denk zomaar 16 jaar, 15, 16 jaar. Ja, heel lang. En een van de weinige voetballers die bij alle vier onze regionale clubs heeft gevoetbald. Ja. Bij Feyenoord, Sparta, Excelsior en FC Dordrecht. Er was sprake van Dennis toen hij een tijdje geleden zijn pensioen aankondigde. Dat hij zich wel zou gaan melden bij de jeugd van Sparta. Hè, dat hij daar een rol zou krijgen. Maar dan gaat hij toch naar RKC. Ja. Waarom is hij niet voor de club te behouden? Ja, dat werd inderdaad wel gezegd, hè, van hij gaat de jeugd coachen bij Sparta. Ja. Wat ik denk ik een goede zet had gevonden als hij bij de club had gebleven. Maar ja, aan de andere kant, als de trainer waar jij zo goed mee hebt samengewerkt jou belt en zegt van joh, ik zoek een assistent trainer voor volgend jaar. En jij kan aan de hand van de trainer waar je zo goed mee hebt samengewerkt, waar je een vertrouwensband mee hebt, je stappen maken als coach in het betaald voetbal. Ja, dan snap ik dat wel, dat je die stap gaat zetten. Ja. Ja, jammer dat hij de club verlaat. Ja. Goed, Awassar mist die strafschop, maar gelukkig heeft Sparta Nicolai. Hij pakte de 12e strafschop en zijn 2e. Hij gaf na afloop toe van, ja, de spelers hadden wel getraind op strafschoppen nemen, maar ik niet. Als keeper moet je daar niet aan beginnen, zei hij. Is dat logisch? Nou ja, hij heeft zoveel zelfvertrouwen, dus als hij dat zegt zal het wel zo zijn. Maar wat moet je doen als keeper om te trainen? Buiten het feit, ik denk dat je je meer moet focussen op historie van mogelijke mensen die je tegenover je krijgt. Heeft hij ook niet gedaan, hè? Nee, maar dat is hetgeen wat hij zou kunnen doen. En voor de rest, weet je, hij moet fit zijn zodat hij naar de hoek kan duiken. Hij hoeft niet te gaan trainen hoe hij naar die hoek moet duiken. Hij had zich wel voorbereid samen met de keeperstrainer, met Kooijman. Maar hij gaf ook de afloop toe, bijvoorbeeld bij Dorst. Ja. Van ja, daar stond op mijn briefje dat ik naar rechts moest. Ja. En ik wilde eigenlijk naar links, maar toen ging ik toch maar naar rechts. En toen zat ik dus verkeerd. Hij wilde eigenlijk veel meer op zijn intuïtie afgaan. Ja. Nou, toevallig sprak ik hem. Hij had gisteren nog een interview op kantoor. Toen liep hij langs. Toen zei ik, nou ja, gefeliciteerd. Toen zei ik nog tegen hem, ik zeg, nou, 1-2. Ik zeg, ik had je wel op 3-4 gezet. Ik zeg, ik vind het wel kadig dat je er maar 2 pakte. Ja, toen was hij was ook wel geparkeerd. En dan zie je echt dat een echte winnaar is. Want hij zei ook van die bal wat jij nou net noemde. Hij zegt, ja, god, die had ik wel moeten hebben. Ja, dus ja. Hij wilde er eigenlijk meer pakken. Ja, hij had meer op zijn intuïtie moeten afgaan. Ja. Op de training was het trouwens allemaal misgegaan. Ja. Hè? Al die strafschoppen. Die scoorde dan juist weer op de training. Dat was precies andersom nu. Zegt ook niks, nee. Voordat die penalties begonnen had ik al het gevoel. Je weet dat Olij 1 of 2 penalties gaat pakken. Dat zie je gewoon aan de keeper wat je hebt en de kwaliteiten wat je hebt. Alleen de vraag was, hoe gaan de Spartanen de penalties nemen? Nou, die waren allemaal ruim voldoende, kijk je zeggen. Ja, ja, op oude Zanada. Want, De rest was allemaal raar. Ja, hoe Abel zo'n pingel schiet, echt uit de kunst, hoor. Ja. Was het nou ook Kitalano of Sambo? Die nog zo'n hupje. Dat ik dacht, zo, als je zo jong bent en je doet dan zo'n penalty nemen. De Bruno Fernandes hop. Ja, die heeft het ook weer gepikt, geloof ik. Van Jorginho, denk ik. Ja, precies. Ja, dat is wel mooi, toch? Dat je de dag van tevoren alles mist en een dag later schiet je ze binnen. Dus. We schudden het zo uit de mouw, hè, Bart? Jij blijft al die namen. Nou, jij ook. Jij, jij ziet heel veel Engels voetbal. Jij bent een specialist hier. Ja, ja, zelfs als je lange mouwen aan hebt, dan schud je ze uit je mouw. Zeker. Ja. Nicolai, hij was, en Dennis noemde het net al eventjes, niet heel erg uitbundig nadat hij Sparta toch de finale heeft bezorgd. Onder andere. Nee, maar dat is gewoon iets wat ik in de loop der jaren heb geleerd. Gewoon taakbewust zijn. Gewoon je ding doen. Natuurlijk mag je blij zijn dat je een penalty tegenhoudt. En daar was ik ook echt wel blij mee. Alleen, ik vind het dan op dat moment vind ik het moeilijk om dat hele feestje om mij te laten draaien. Want het draait niet om mij. Het draait om het team. Het draait om degene die de penalties hebben genomen. En, dus ik vind het teamprestatie, dat vind ik het mooi om dat meer met elkaar te vieren. Niet, hoe voelt dat? Ja, natuurlijk is dat een lekker gevoel. Ik zou liegen als dat niet zo is, maar gewoon lekker relaxed. Ja, wat zit u nu te lachen? Lekker relaxed. Ja, maar dat straalt er vanaf. Ja. Ja. Jij zei net echt een winnaar. Nou, dit is echt een winnaar. Ja, ja. Ja. Ik vind het ook mooi dat hij gewoon, het gaat niet om hem. Terwijl iedereen zou kunnen zeggen, ja, tuurlijk, ik was geweldig en fantastisch en dit ligt aan mij. Maar zit een vleugje Jacques Polak in? Ja? Ja, een vleugje, ja. Oh, waar herken je het vleugje aan? De manier van praten, alsof alles heel normaal is, zo. En Jacques gooide dan wel eens de mandlijn eruit, dat is ook leuk. Dat doet hij misschien minder, vandaar dat ik zeg, er zit een vleugje Jacques Polak in. Ja, ja, ja. Ja. Nu de finale, jongens. Donderdagavond om 8 uur de eerste, thuis tegen Twente. Dan is zondag in Enschede de return. Hoe kijken jullie aan naar die eindstrijd? Ja, als je finale speelt, heb je altijd kans. Dat is 1. En ja, ze hebben dit jaar ook 1-1 thuis gespeeld en 3-3 uit, waar Sparta 2-1 voor stond en op dat moment de betere ploeg was geweest. En volgens mij een eigen goal van Abels Klopt. Was de kanteling. Ja.
Ja, toen stond je 3-2 achter en uiteindelijk, ja, weet je, Sparta geeft niet op en het blijft gewoon doorgaan en ze maken nog de 3-3. Ja. Dus ja, ik, ja, tuurlijk is Twente favoriet, maar ik denk gewoon dat ze wel kans maken. Ja. Nou ja, Twente thuis is fenomenaal dit seizoen, maar juist Sparta heeft daar dus een puntje gepakt. Denk je dat ze het fysiek aankunnen? Nou, daar komt het denk ik vooral op neer, want als ik kijk zeker nadat Sparta dat doelpunt tegenkreeg, die gelijkmaker, toen vond ik Sparta... Ja, jij gaf een aantal minuten aan. Ik vond ze eigenlijk wel, zeker organisatorisch, wel wat langer even de weg kwijt. En als ik dan naar Twente kijk, ja, met wat voor power en wat voor voetbal zij kunnen spelen. Ook gisteren weer, hè? Ja, maar gewoon de manier van voetballen, hè, dus combineren, aanvallen. Hè, ze hebben zoveel spelers, hè, dus iedereen kijkt naar Tcherny, maar dat is er maar eentje, hè? Zerouki. Ja, die valt dan nog niet zo op, maar weet je, ik vind bijvoorbeeld een Gijs Smal aan de linkerkant... Ja, vind ik ook een hele goede speler, die ook niet zo opvalt. En zo hebben ze op heel veel plekken misschien wel 8-9 spelers die kijk naar Pruppen, die scoorde ook gewoon centraal. Weet je, ze hebben daar zoveel kwaliteit, dus, en ook heel erg fit. En dus ik denk en dat... geen verlenging hoeven spelen gisteren? Dus... Nee, dat wordt ook... Dat wordt denk ik ook wel misschien het fysieke. Hè. Deze week wordt een warme week. We hebben gisteren natuurlijk een warme dag gehad. Ja. Gaat ook meespelen. Dus de kansenverhouding die ik zie is, ja, als ik Sparta Twente zeg, 20-80% of zo. Oh, dat is wel heel erg. Dat is een nadeel van Sparta dit. Ja. Maar ik denk dat het belangrijk is voor Sparta dat ze donderdag in de eerste thuiswedstrijd een goede basis neerleggen. Waardoor je met nog meer zelfvertrouwen naar Twente toe gaat. Want ja, Twente thuis is, ja, wat je ook zegt, wel aardig sterk. Ja, met heel veel kwaliteiten. Maar ja, je weet nooit wat Sparta er tegenover stelt aanstaande donderdag. En we krijgen, Dennis, weer de Stijnveet, hè? Vader tegen zoon. Vader tegen zoon. Zoon scoorde op het kasteel in november. Ja, dat zal ongetwijfeld. Dat hebben we toen in die periode ook al over gehad. Gaan we nu weer doen. Gaan we nu weer doen. Dus nee, maar dat speelt daar natuurlijk. Dat is alleen maar leuk. Ja. Vader tegen zoon. En ik denk dat pa wel revanche zou willen op zijn zoon. Dus, zou maar kunnen. Maar pa, dus Mauri Stijn, is voorlopig vooral trots. Nou, trots ben ik op de manier van spelen. Dit is wat we het hele jaar al doen. En ook van de week in Utrecht zijn we niet achterover gaan leunen. We spelen om te winnen. We proberen aanvallend voetbal te spelen. De interactie met het publiek is geweldig. En ja, als je ziet wat voor feestje het elke week hier op Spangen is, daar ben ik wel het meest trots op. Ja, neem ons dan eens mee. Dan uiteindelijk Olij die stopte die laatste. Hij stopte er twee, maar stopte op een gegeven moment de beslissende penalty. En dan komt er een soort explosie van vreugde los. Wat gebeurt er dan? Dan rent iedereen natuurlijk naar die spelers toe. En dat heb je natuurlijk wel eens vaker op tv gezien. Ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt. Maar dat is natuurlijk geweldig. En het feest dan met de spelers, het feest met de supporters. Dus dat zijn mooie momenten om mee te maken. Mooie momenten voor Stijn, maar wanneer gaat hij nou bijtekenen? Hij heeft hierna nog wel een jaar contract, maar hij heeft echt maanden geleden al gezegd, ik ga bijtekenen. Ja, ze hebben al een akkoord inderdaad, hè? Dus dat gaat echt wel goed komen. Ja, maar geen zorgen daarover? Nee, geen zorgen daarover voor een extra jaar, want hij heeft nog een jaar hierna. Want er zijn nogal wat clubs die een trainer zoeken namelijk, ook in Nederland. Maar het enige is, ze hebben wel gezegd, van we gaan het doen als de competitie echt, als alles klaar is. Want we willen niet dat de focus, die afgeleid wordt. Als ze gisteren uitgeschakeld hadden geweest, dan hadden ze misschien vandaag wel om tafel gegaan. Nou ja, zondag is nu de laatste wedstrijd, dus ik denk dat in de loop van volgende week, dan zou dat geregeld moeten worden. Ja. Hoe de stemming, mannen, ook, die finale dadelijk ook uitpakt, de stemming zal rondom Sparta toch onveranderd zijn. Ja, want het blijft toch een geweldig jaar dit. Ja, natuurlijk, want als je dan gaan we weer vorig jaar, was je bijna gedegradeerd. Waren er heel weinig mensen die er vertrouwen in hadden dat je het überhaupt zou halen. Maar als je daar nou een paar dingen uit moet pakken, waarom is het dan allemaal zo op zijn plek gevallen dit jaar? Hoe kan dat nou? Nou ja, ik denk dat Mauri Stijn op het juiste moment is ingestapt. Het was dood of de gladiolen. je moest aanvallend voetbal spelen. Ja. Dus ja, ik denk dat hij gewoon... met de spelers is omgegaan zoals je als een vaderfiguur, weet je, het zelfvertrouwen terugbrengen. Want dat zag je ook aan Sven Meijlands, die onder Vrezen was het toch een beetje weer, die heb je ook weer aan het voetballen gekregen. Wat dacht je wel van Krooi? Ja, hij heeft gewoon spelers aan het voetbal gekregen. En ja, ik zie Mauri Stijn wel eens lopen op de training, hij is ontspannen, hij maakt met geintjes, hij geeft al die spelers aandacht. Ja, daar zijn spelers wel gevoelig voor. Hm. Ik denk dat je ook verder weg moet kijken dan. Je moet kijken naar de mensen op kantoor, de strategie die Sparta heeft ingezet een jaar of 4, 5, 6 geleden van joh, we gaan het anders doen. We hadden vroeger die bestuurscultuur van wie betaalt, die bepaalt. Nou, dat is natuurlijk finesse voor Sparta geweest, hoeveel trainers zijn in die tijd niet gekomen en gegaan.
En nu heeft Sparta een aantal jaar geleden gezegd, oké, we willen gewoon structureel daar, nadat ze weer zijn gepromoveerd, in de Eredivisie blijven. Zijn begonnen met Vreese en Van Stee. Nou, uiteindelijk is Van Stee weggegaan, maar die heeft natuurlijk wel wat neergezet. Ze hebben gekozen voor een hele specifieke scouting met onder andere Bart Latorero. Gezegd, oké, we willen zo gaan scouten, we willen daar gaan scouten. Nou, en heel langzaam komt daar een patroon in. En vergeet dat, Jesper Gudde niet, die ook fantastisch werk doet. Zeker, nou, ik ben blij dat je me aanvult. Weet je, ik kan hier zoveel nog mensen noemen. Maar dat zijn wel allemaal stappen die Sparta heeft genomen. Niet alleen korte termijn, maar juist voor de lange termijn. Waardoor het fundament veel beter is dan als je dat vergelijkt met in de tijd dat ik aangaf van wie bepaalt die betaalt. Ja. Of wie betaalt die bepaalt. Mm-hmm. En dat zie je dus nu ook terug. Weet je, er is een directeurswissel geweest. Henk van Stee heeft zijn hele grote waarde gehad voor Sparta. En nu doet de nieuwe directeur dat. Weet je, jeugdopleiding bij Sparta die veranderd is. Heeft ook Van Stee ingezet. Maar ze gaan er wel mee verder, weet je wel. Dus ik zie daar bij Sparta iets gebeuren. Waar dit uiteindelijk ook een resultaat van is. En daar zit er wel eens een keer een minder jaar in, zoals vorig jaar. Tuurlijk, dat gebeurt ook. Alleen maar als die basis goed is, dan weet je, stabiliteit. We komen er wel. Stabiliteit. Mooie analyse. Spot on. Kan niet anders zeggen. Doet hij goed, hè, Geert? Ja, zeker. Zelfs een korte broek. Ja. De vraag is, Dennis, wat voor mutaties gaan er nu allemaal plaatsvinden? Ik zat eigenlijk gisteren naar die wedstrijd te kijken. Toen dacht ik, Younes Nnamdi, die gaat volgens mij het kasteel verlaten. Is er echt geen mogelijkheid meer om hem te behouden? Nou ja, hij heeft een aflopend contract. Sparta heeft al eerder gezegd dat hij inderdaad zal vertrekken bij de club. Dus dat gaat niet gebeuren. Ze zijn wel in gesprek. Hè? Dus ze hopen eigenlijk op korte termijn weer een nieuwe speler te presenteren. Nou, we hebben het van de week al gehad over Koki Saito. Jij zei maandag dat is rond. Die blijft gewoon. Is ook. Okay. Ja, ik geloof je wel, maar ik heb het daarna... Ik zit hier geen nee. Nee, dus, ik check even of het klopt. Saito blijft 100% staat hier. Daarom. Ja. Het enige is wat daar nog moet gebeuren, is dat dat heeft natuurlijk met heel veel partijen te maken. Een tijdsverschil. Dus dat gaat echt gebeuren. Er moet nog handtekening worden gezet. Wat ook mooi is, dat de nieuwe jongens, Warmedam, Bakari, Clement, waren gisteren allemaal op het kasteel om vast een beetje te wennen. Ja, want even kijken. Bakari is er dan voor Sambo dus in principe al. Warmedam is er voor Pinto. Ja. Clement wordt natuurlijk een nieuwe middenvelder. Die Pinto staat dus in een nadrukkelijke belangstelling van FC Groningen. Jullie hebben meegekregen, die spelen volgend seizoen in de eerste divisie. Dus Sparta komt er financieel met hem niet uit. Gewoon een linker rijtje Eredivisie. En komt er blijkbaar dan financieel wel uit met een club uit de eerste divisie. Er is aan Groningen alles aan gelegen. Kijk, die hebben natuurlijk, die krijgen nog volgend jaar nog televisiegelden op basis van Eredivisie spelen. Dus ja, die hebben hun budget, begroting, die is nog best wel Eredivisie waardig volgend jaar. Ja, en die willen kost wat het kost terugkomen. Dus ja, die willen ook nog zo'n jaar in spelers investeren. Ja, volgens mij zelfs de topscorer van Schotland hebben ze volgens mij nu op de korrel. Om die naar de eerste divisie te halen. En ik ben ook een prijzenpakker. Dus, kan je wel zeggen. Als de andere Gudden nog wil. Oh ja, die is de directeur bij FC Groningen. Van Crooy, die gaat zijn laatste wedstrijden spelen voor Sparta in dat tweeluik tegen Twente? Ja. Hij wil weg. Hij heeft nog een jaar contract en Sparta heeft ook wel het gevoel van hij is ook voor ons belangrijk geweest. Dus als hij nu de stap kan maken, dan willen we ook zeker met hem meedenken daarin. En interesse voor Vita van Crooy, geen gebrek. Dus, nee? Nee. Ja, en dat zal dan denk ik buitenland zijn waar hij misschien een keertje oren naar heeft. Al met al, Murat, we hadden het net al even over Ouassar, die stopt. Ja. Aaron Meijers, die gisteren linksback speelde, die gaat naar RKC. Ja. Net als Ouassar maar dan als assistent. Loopt er dan niet wel veel ervaring ook het kasteel uit? Moet Sparta daar nog voor naar op zoek gaan? Ja, ik denk dat Gerard wel wat hij net allemaal opnoemt, de hele team wel bezig is om het elftal weer op te vullen. Maar met een dertiger dus ook misschien nog wel? Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Tuurlijk. Die heb je altijd nodig. Ja. Je hebt een goede mix nodig tussen je jongere talenten en ook spelers die al best wel wat wedstrijden weg hebben. Ja, ja goed, dat gaan we bekijken. Wat doe jij tegenwoordig bij Sparta? Want je bent er iedere dag. Ja, ik werk gewoon bij Sparta. Ja, als bij de betrokken Sparta, hè, dat is de maatschappelijke organisatie van Sparta. Normaal gesproken voor de coronatijd kregen we mensen vanuit de gemeente met behoud van uitkering die terug de maatschappij in willen. Die begeleid ik dan weer in het stadion en doe allerlei klusjes. En, wat moeten die mensen dan doen in het stadion? Nou, er is zoveel te doen in het stadion. Kijk maar, gisteren is de wedstrijd geweest. Nou, je wil niet weten hoe nu de stadion eruit ziet met alle puin en rommel en de stoelen. En, het hek bij het uitvak even nakijken. Ja, ook nog. Wat is daar gebeurd?
Nou, de supporters van FC Utrecht waren logischerwijs niet heel blij met de uitschakeling door Sparta. Dus die wilden de confrontatie zoeken met de supporters van Sparta. Die daar dus naast zaten. Die liepen naar dat hek, die stonden aan dat hek te rammen met z'n allen. En ik dacht nog bij mezelf, laat dat hek net als bij, bij AZ, laat dat hek in hemelsnaam wel blijven staan. Want dat gaat een hoop gezeik opleveren. En dat hek hield het gelukkig. Maar die wilde even origineel? Nee, de confrontatie zoeken. Ja. Ja. Er zijn ook minder Twente-supporters donderdag welkom. Hè? Ook vanwege die ongeregeldheden in november. Maar goed, jij doet mooi werk en dat doe je dus fulltime bij wat uiteindelijk, en daarmee ronden we af, de allergrootste voetballiefde is. Ja, ja. Je eerste liefde vergeet je nooit. Hè? Zo is het. Daarmee ronden we echt af. Dankjewel, Moerad Meghissrat. Graag gedaan. Dank, sterkte en succes met Sparta, Dennis, God, gauw weer en Geert. Ik denk dat dit jouw laatste bijdrage voor dit seizoen was. Ja. Yes, je krijgt hier een medaille voor. Ja. Bedankt jongens, dat waardeer ik enorm. Woensdag is er ook gewoon een Sparta-podcast, want we blijven natuurlijk praten over Sparta. Donderdagavond doen we verslag van die heenwedstrijd tegen FC Twente. En vrijdag zijn we dan weer met FC Rijnmond. Wil je het laatste woord hebben? Jij bent er volgend jaar nog bij? Ja, natuurlijk. Oké. Hoezo? Had je daar twijfels over? Nee, we hebben de laatste vergadering gehad. Oh, maar, ja, daar doe ik nooit aan mee. Nee. Bedankt voor het kijken. Dag. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Stichter Tuin en Serremeubelen, Woonstudio Joy, Neco Ship Supply BV en Frans Metz de Bedder.